Ik ben Gabby. Ik ben Rachel. Ik ben Daan van Dreumel. Ik ben Lisa. Ik ben Katrina en ik doe mee aan Junior Song Festival omdat ik superster wil worden. Ik wil meedoen aan Junior Song Festival omdat ik het een super vet programma vind. Ja, ik wil gewoon ook laten zien dat ik aan de mensen, dat ik er gewoon heel veel van zingen hou en dat ik het heel leuk vind. Ik wil ook een beetje beroemd worden. Mijn droom is om zangeres te worden. Ik heb auditie gedaan voor voor Superstar The Family Battle. In 2008 heb ik auditie gedaan voor Siska de Rad. Heb ik ook in de musical mogen spelen van Joop van den Ende. En ik heb auditie gedaan voor Zepp Live, met Zepp Live. Vorig jaar heb ik ook auditie gedaan voor Junior Song Festival. Zat ik ook bij de laatste 30. En toen was ik afgevallen. Ik heb wel voor musicals al een paar audities gedaan, maar voor de rest ben ik er nog niet echt bekend. Nee, ik heb nog niet vaak auditie gedaan, alleen hier. Nee, ik heb nooit echt meegedaan aan audities. Ik ga het liedje Mijn Droom zingen. Het gaat over, ja, over een droom die ik ooit heb meegemaakt. Het kon niet echt zijn wat ik in mijn dromen zag. Ik ga zingen Ik ben een puber. En ja, die heb ik zelf geschreven en het gaat over, ja... kinderen die in de puberteit zijn en wat je dan allemaal doet en hoe je je voelt. Ik ben puber, ik doe wat ik wil, mijn kaken niet meer stil, no way. Mijn liedje heeft Mijn Dag en het gaat over de dag dat ik beroemd word, dat iedereen mijn naam kent. En dat iedereen mijn muziek luistert en zo. Ze zweren in het rond, gaan doen tot de late avond. Het liedje heet Forever en niet te breken en het gaat over een vriendin en dan dat ik haar niet kwijt wil en dat we ook echt voor altijd vriendinnen blijven. Want samen zijn wij forever samen. Mijn liedje heet I Wanna Be a Popstar en mijn liedje gaat over dat ik een popstar wil worden, wat er ook gaat gebeuren.